De start is gevallen. De Pre-Royal Dream is onderweg. En na de start en duel om de leiding wordt gewonnen door Another Queen Pine. Helemaal aan de buitenzijde komt Baldacci naar voren. En daartussenin gaat mee Frederik Haar. Zo gaan de paarden op weg naar de eerste bocht. Another Queen Pine is daar als eerste. Aan de buitenzijde komt Baldacci de leiding overnemen. Derde plaats is voor Zaragoza Lins. En op de vierde plaats ligt Frederik Haar. Vijfde is Amazing Polly, de tweede favoriet in het veld. En daarachter ligt Amra EMC. Dan Jan Frisia. Dan de favoriet Beaufort Heikant in het tweede spoor. Derde spoor is voor Whisker Rider. Daarnaast aan de relingzijde. Eigenlijk in het tweede spoor volgt de nummer 11, Janko BD. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Kijk ook even de start van het veld. En de laatste plaats is voorlopig voor Babette Flevo. Opening 1.17.5. En zo gaan de paarden op weg naar de linkerbocht. Leiding was daarover genomen door Frederik Hamer. Er komt alweer een nieuwe leider aan. En dat is Amazing Polly. Amazing Polly neemt de leiding over met Dion Tesselaar. De tweede favoriet in het veld ligt nu vooraan. En die gaat zelf het tempo maken. Dat kan niet goed. Zo won hij de laatste keer ook. Amazing Polly leidt. Tweede plaats daarachter voor Frederik Haar. Op plaats 3 daarachter volgt dan Baldacci. En de vierde plaats is voor Another Queen Pine. Eerste paard daarnaast in het tweede spoor is Zaragoza Lins. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Achter Zaragoza Lins gaat de favoriet mee naar voren. Beaufort Heikant. En Rob de Vlieger hoopt dat Zaragoza Lins hem heel ver gaat brengen. Wordt het alleen maar makkelijker in die laatste ronde. Tweede tussentijd 17-4. Eerste kilometer 1-17-2. Zo gaan ze de laatste kilometer in. En Tesselaar neemt iets afstand van het veld. Amazing Polly, lengte of 3 voorsprong. Tweede plaats voor Frederik Haar. Daarachter Zaragoza Lins, die inderdaad naar voren schuift. Dan Baldacci. Daarachter gaat mee naar voren, Beaufort Heikant. Dan Another Queen Pine met Jan Frisia. Daarnaast volgt dan Janko BD. En daarachter Amra EMC. Dan Andrew Dragon. Daarachter Scooby-Doo. En aan de relingzijde Whisker Rider. Voorlaatste plaats is voor Grizzly Bear. En de laatste plaats voor Babette Flevo. Zo gaan de paarden voor de laatste keer de rechte lijn overzijde door. Nog altijd 2 lengte voorsprong voor Amazing Polly. Tweede plaats is voor Zaragoza Lins. Nummer 5 galop. Galoppaden van Frederik Haar. Die valt door het veld heen terug naar achteren. Beaufort Heikant komt nu naar voren. Die gaat door naar plaats 2. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Tussentijd 18-3. Amazing Polly leidt. Beaufort Heikant ligt tweede. Derde plaats aan de relingzijde is voor Zaragoza Lins. En ze zijn inmiddels halverwege de laatste bocht. En de derde plaats wordt nu overgenomen door Andrew Dragon. Ook die komt naar voren. En daar komt nog een andere deelnemer. Aan. Dat is Scooby-Doo. Allemaal paarden met heel veel snelheid in de laatste meters komen naar voren. Maar de leider is nog altijd Amazing Polly. Amazing Polly is als eerste in de laatste rechte lijn. Helemaal aan de buitenzijde komt Andrew Dragon. Daartussendoor Beaufort Heikant. En helemaal aan de buitenzijde komt ook Scooby-Doo. En die gaat van de benen. 12, het is Amazing Polly die leidt. Amazing Polly gaat ook winnen. Dion Tesselaar, wat heeft hij zo goed voor die Franse koersen. Hij wint weer. Amazing Polly, Andrew Dragon. En daarachter Beaufort Heikant.